Hallo allemaal, mijn naam is Sandy van der Graaf en je kijkt naar een video voor Hobby Alternatief. In mijn filmpje van vandaag maak ik een kader en kraan sjabloon. Er is een lijst van producten aan het einde van dit filmpje. Iedereen weet zeker al van de stempelhulp van Marianne Design. Deze is de grootte van een CD-kastje en is leuk te gebruiken voor kleine kaarten of oplegkaartjes. Bijbehorend aan de stempelhulp zijn een aantal sjabloonen. De sjabloonen draaien in het rond binnen in de stempelhulp om een kader of een krans te stempelen. Er is een vierkant, een hexagon zeskantig en een octagon achtkantig. Ik werk graag met de octagon, maar deze van Marianne Design is net te klein voor mijn grotere oplegkaartjes. Nu in beeld zie je hoe makkelijk de sjabloon in het rond draait. Ik heb al eerder een do-it-self octagon gemaakt voor mijn We Are Memory Keepers Precision Press. Maar voor mijn oplegkaart is ook deze te klein. Daarom ga ik een grotere maken voor mijn Tim Holtz stamp platform. Ik wil zeggen dat mijn zelfgemaakte sjabloon niks wegneemt van de Marianne Design sjabloonen. Deze heb ik al namelijk gekocht, maar ik vond dit net te klein voor sommige van mijn projecten. De maten van de papier waarmee ik ga beginnen is 21 bij 21 cm. Ik vouw het papier in het helft. Let daarop dat de hoeken van de papier goed aansluit met elkaar. Ik gebruik een bound folder om de lijn goed plat te drukken. Als je een dun papier gebruikt, kan je dit met je nagel of je vinger plat wrijven. Daarna draai ik mijn papier in kwartslag en vouw dit ook so in de helft en druk de lijn plat met de bound folder. Vervolgens vouw ik het nog twee keer diagonaal. Met een passer ga ik de grootte opmeten van het middelpunt tot aan het rechte zijkant en dan een cirkel op mijn papier tekenen. Ik vind dat het makkelijker gaat als ik het papier draai in plaats van de passer in het rond draai. Ik wil nu mijn snijlijnen aanbrengen. Maar jy het wel de riglyne in de binnenkant nodig voor plaatsen van de stempels. Dit help ook voor wanneer jy de octagon wil uitsnijden. Ek verbind alle riglyne met elkaar aan de binnenkant van de cirkel. Dit vormt dan de octagon.
Met een lineaal en hobbymes kan je de octagon nu uitsnijden. Het mesje van mijn hobbymes is stomp en ik moet een nieuwe bestellen. Maar voor nu snij ik gewoon met een Stanley mes. Je kunt dit ook met een schaar of een pijpercutter doen. Wat het makkelijkste is voor jou om te doen. Bij wijze van spreken is de template al te gebruiken, maar ik wil toch een aantal toevoegingen maken. Ik breng nog meer richtlijnen aan. Dit doe ik met meerdere cirkels met intervallen van 1 cm voor een juiste plaats van de stempels. Ook hier is dit veel makkelijker om het papier te draaien. Let daar wel op dat je die passerpunt altijd op hetzelfde punt in het midden van de schabloon plaats. In beeld zie je het verschil tussen de 3 schablonen. Met mijn vorige schabloon heb ik mica eroverheen geplakt. Dit geeft meer stevigheid en maakt het papier weer wat meer strak. Ook heb je dan minder last van de vouwlijnen. De mica plak ik vast met power tape. Je kunt dit ook doen met sticky tape, score tape of lijm, wat ook het beste voor jou werkt. Plak de mica eerst aan de een zijde vast. Daarna verwijder ik al de andere draagpapier. Als ik de mica plat laat liggen, heb ik meer beheer om het papier plat te houden. Nu kan ik alle overtollige mica wegknippen met een schaar. Ik gebruik een schaar omdat het makkelijker is om de mica gelijk met het papier af te knippen.
met alle sjablonen bovenop elkaar geankerd aan het onder- en sykant van de stempelhoop, kan jy het verschil goed zien in het grootte van de verschillende sjablonen. Ek gebruik verwijderbare lijn om de oplegkaart op de sjabloon te bevestigen samen met een magneet voor extra bevestiging aan de stempelhulp. Nu kan jy die template heel de tyd draaien sonder om je papier aan te raken en ook heb jy niet nodig om de magneet ieder keer weg te halen. Ek werk met stempels van Craft Sensations. Dit is niet nodig om een mask in het midden te plaatsen omdat ek toch aan het einde een ronde stans gaan plaatsen. Ek kan nog steeds alles dubbel stempelen. Voor mijn voorbeeld draai ik de sjabloon iedere keer 2 keer. Dus alleen 4 van elke stempel. Maar wil je dit in vollere krans of kader, dan kan je op iedere kant stempelen. Meestal maak ek geen producten van andere mense na, maar als je er een verbetering in ziet en dat toepast aan een do-it-self product, vind ik het wel goed. Ik probeer altijd iets op een andere manier, maar in dit geval had ik een groter sjabloon nodig en dit is alleen een verbetering op het originele idee. Jy hebt ook de sjabloon van Gina Kai Designs en als dat beter vir jou werkt, is het ook goed. Maar ga je dit namaken, dan moet je wel kijken dat het gaat om verschil in grootte of in toegevoegde waarde tot het product. De ink die ik vandaag gebruik is de Make Art van Wendy Wiki. Mijn go-to ink was altijd Memento Dye ink, maar ik vind het ook een favoriet. Er zijn op dit moment nog maar 12 kleren uitgebracht, maar ze zijn bezig nieuwe kleren te maken. Je kunt zoveel met de ink doen, bijna dezelfde als de Stress ink. Waar de Stress ink heel helder is, is de Make Art ink meer subtiel, maar je kunt daar alles mee doen wat je ook met de Stress ink doen.
Binnenkort komen er een aantal kaarten waar ik deze inkt gebruik met verschillende technieken. Mijn krans begint daar nu al voller uit te zien. Met de cirkel erbovenop zie jij al hoe dit ongeveer gaat uitzien. Ook kan je zien waar er nog een plekje is om te stempelen. Misschien is het jou al opgevallen. Ik heb tijdens het stempelen geen papier of magneet aangeraakt. Ik heb alleen de sjabloon de hele tijd gedraaid. Zo voorkom je inktvlekken op je papier. Er is nog een kleine opening waar ik een bloem ga stempelen. Dan is het stempelwerk klaar.
Met een wink of Stella breng ik een onderlaag aan op de bloemen, want ik ga verderop in mijn filmpje meer kleur aanbrengen. Sommige van de kleuren gaan al reageren met de lijm, maar het is minimaal. Ik heb eerder al geconstateerd dat als je geen onderlaag hebt, dat je een harde kleurlijn krijgt met die inkt. Met de iconkleur ga ik de cirkelstans en de oplegkaart bewerken. Ik gebruik deze kleur omdat ik als achtergrond een gouden glitterpapier ga gebruiken. Achteraf zou ik de cirkelstans niet helemaal bewaard hebben, maar goed, dit heb ik gedaan. Dit geeft een vintage uitstraling en het loopt beter over op het goud. Ek plak de glitter oplegkaart met de Easy Runner op een witte basiskaart. Omdat ik de volgende oplegkaart op een glitter achtergrond ga plakken, gebruik ik sticky tape samen met de Easy Runner. Thank you.
Ek hoor vaak mense vrae hoe jy het draagpapier van sticky type weg moet halen. Dit doe jy door die type met een bound folder goed aan te wrijven op het papier. Dit is dan makkelijker om met een pincet vanaf de sykant onder het draagpapier te komen. De bovenste cirkel plak ik ook met sticky type op de glittercirkel. Daarna plak ik dit in zijn geheel op het kaart met de Easy Runner. Vervolgens stempel ik mijn tekst op de cirkel. Nu kan ik als laatste bij de bloemen extra kleur aanbrengen. De kleur breng ik aan op een acrylblok en neem dit op met de Winkel Stella stift. Je hebt er weinig kleur voor nodig.
Bedankt voor het kijken en vergeet vooral niet om je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Wil je een e-mail ontvangen wanneer ik een nieuw filmpje upload? Druk dan op het belletje naast het abonneren button.